Hallo mensen van JG Gaming, ik ben Joran en ik ga vandaag weer een nieuwe Killing Floor, sorry, ik moet even naar de opnemen. Ik zit hier in de lobby met dingen, gedoe en alles. Dit is dus weer gewoon, het is weer donderdag, dus natuurlijk is het dan ook weer tijd voor een Killing Floor. Hallo? Who said something? I'm recording, by the way. I'm Dutch. Zo, kijk, ja, ik ga gewoon weer wapens. Ik ga gewoon handgun, ga ik gewoon. Nou ja, ik ga gewoon een handgun laten zien, want ik heb niet genoeg geld. Kijken welke ronde ze zitten. Ik hoop niet in de Patrice ronde, de eindbaas voor alle duidelijkheid. Want... En ik heb mijn webcam even op een goede plek staan nu. Want nu zien jullie links onderin, rechts onderin, links bovenin, rechts onderin. Nou, jullie zien het wel. In ieder geval boven mijn hoofd staat de tijd, de wave en hoeveel monsters. En ik zit in, dus wel nou net in die ronde van Patrice. Why? I only have a pistol. Oh no, my mom's attacking my dick. Yeah, but yeah, it's funny. Hij is hier gewoon al. Maar ja, deze heb ik eigenlijk nog nooit geprobeerd. Come up. Why man? Why isn't that now? Oh fuck. Oh fuck. Look out. Oh nee. Oh, oh bedankt. Oh fuck. Ja, dan moet je dus oppassen. Hij is dood. Finally man. Yay. Money! in ieder geval. Ik zit dus gewoon in. Maar, ja, we zitten nu gewoon in de server. We moeten nu foto. Welke zullen we foto? Gewoon random heen. Which one? Nou ja, in ieder geval mensen spoten. Ik wil jullie laten dus de guns gewoon gaan reviewen en zo. Deze keer in een multiplayer server. Vorige keer was het gewoon niet druk genoeg in multiplayer servers. Was er misschien net eentje of zo. Dus daarom deed ik dat niet. Ik ga gewoon hier de guns laten zien aan jullie. Dit is met 7 rondes. En het is normaal volgens mij als ik het goed zag qua levens. Van Patrice. De 8000 easy. 9500 normal. En uiteindelijk het moeilijkste is het volgens mij 25.000 of 30.000. Oh yeah. Oh yeah. Let's kill them son of a bitches. Dead son of a bitches. Ja, in ieder geval, ik ga dus die guns reviewen. Dit is nog niet zo heel moeilijk. Kijk, gewoon bam bam. Dit wapen is in principe eigenlijk best wel sterk, maar het is niet leuk. En monsters die groter zijn dan die basisdingen gaan niet ineens schot dood op hun hoofd. Het lijkt nu wel zo omdat ik zijn hoofd eraf schoot. Knife battles. Oké. Machete! Nou, zoals jullie ook maar zo hoe machete is. Een kotsertje hoor. Zo. I can save you with my machete! Bra! 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 Good job.
Maar in ieder geval, we gaan dus nu dingen verkopen, want deze gun, dit is de handcannon. Schiet makkelijk wel genoeg monsters heel snel dood, want ik weet niet precies hoe krachtig een wapen is. Dat kan je nou weer wel zien in de shop. Dit spel kost volgens mij een tientje, 15 euro, maar toen ik hem kocht, een 15 euro voor alle, met alle de dinges erbij ook. Machete, alles. Wat gaan we reviewen? Wat gaan we nu doen? We gaan de camouflage M4 doen. De M4 heb ik hier. Camouflage, ja, dat is misschien. Dat ziet er cooler uit, vind ik. Daarom koop ik hem. Het is even duur. Kijk, als je hem hier op. Dat is de normale stand. En dit is de semi-auto stand. Oh ja. Dan ken je dat dus niet. In principe speel ik vaak op deze stand, dus de full autoly. Niet de, hoe heet het? En niet de semi-autoly, omdat ik, ja, dat gaat sneller. Medic. Yeah, medic. Medic. hier heb ik je M4. Wow, die man stak me wel raar. In ieder geval, ik ga hier op een semi-auto toch spelen, omdat het is makkelijker in deze game. En met dit wapen. Ik reload alleen altijd wel heel snel. En dat zie ik bij mezelf ook. Ik schiet 5 kogels of zo, of nog niet eens 5. Nou, kom eerlijk gevechtje, hè. Ga er niet mee bemoeien. Het is een gevecht tussen ons. Zo. Sorry daarvoor. Zo. Wat? Oh, sorry. Look out. Oh god. Okay, headshot at some bitches. Dit wapen is alleen niet sterk genoeg voor zulke shit. I want to knife some of this fire people. I was protect you, but I didn't saw that much zombies behind me or something. ja, dus ik probeer alles te laten zien uiteindelijk en dan is de serie waarschijnlijk wel voorbij. Dan gaan we gewoon dan ga ik een eigen server hosten misschien of zo. Dan ga ik hartstikke veel rondes, hartstikke moeilijk achter, hartstikke moeilijke wapen, allemaal. Welke gaan we nu doen? Ik wil deze gaan reviewen, die onderste. Weet je wat, we gaan de gouden katana kopen. Wow, een AK. We gaan gewoon bra. We gaan gewoon knijven. We gaan gewoon. Sometimes I can hear you 62. Sometimes I can hear you, seriously. But not every time, sometimes. Echt, ik spring hierop. I want to knife them! Get me some to knife! Kijk, gewoon hoppa! Get me some to knife, man! Met tap kun je trouwens praten.
I am winning this. Oké, waar zijn ze allemaal? Hier zijn ze. Oh, die poten er gewoon af. Ik moet alleen een beetje oppassen op mijn leven op het moment. Oh god. Oh god. Hoppa. Wow. Holy shit. Oh, kop eraf van jou. Niet schreeuwen jij. Kijk mijn zwaard dan. Het bloedt helemaal. Call of Duty Black Ops. Oh, kijk hoe mooie wapentjes dit allemaal zijn dan. Dit is gewoon normaal knifey. Misschien komen hier ook livestreams over dat ik gewoon letterlijk alles tegelijkertijd uitleg. Of zo, of misschien alle knife dingen ga proberen. Of gewoon met de katana helemaal ga proberen de hele ronde. I was winning with my katana. Sorry for my bad English, by the way. En nu is er ook maar één iemand. 2900. Nee, we gaan de FN Fall Akkog of zo gaan we nu, ga ik nu reviewen. Deze heeft ook een semi- en een full automatically stand. Hoe je dat doet is met de scroll. Ja, je kan ook dus scrollen om je wapen te kiezen, zo. Of je kiest gewoon het nummer waar die op staat. Nou, dit is 1, dit is 2, dit is 4 en tussenin kan ik niet komen, maar dat is 3. Dit is 5, dit is 5 en dit is ook 5. Maar als je hem indrukt, die middelste knop, je scrollknop, je second, nee, in ieder geval je derde knop op je toetsenbord. Facepalm. Je derde knop op je muis, de middelste, als je die indrukt, dan wisselt hij die standen van... Ja, dinges en dinges. Ik weet het niet. Van semi-auto of full-auto. Matically. Hier, gewoon letterlijk een zieke wagen dat hier ligt. Dat stelt me niet echt gerust. Nou, het stelt me eigenlijk wel gerust, maar het stelt me ook niet echt gerust dat het plafond niet in kan starten. Waar zijn jullie? Raken ze me nou serieus gewoon niet of zo, of ligt het aan mij? Dit wapen is best wel sterk. Het kan. Die schreeuwbeesten die hebben normaal 5 kogels of 6 kogels nodig van je. Where are you? I'm coming. I want to come to you, but I don't know where you are right now. Where is he then? I don't know where you are, man. Yeah, where are you? Up here? I don't see any names. Keep running. Okay. I think I'm close, but I don't know the whole map at my I don't know the whole map in my head or something. Ah, yeah, you made it, man! I didn't knew where you were. Oh, there you were. Jesus, I was so close. I was on the other side of the map. Nou ja, dat was dit wapen. Even kijken hoeveel krijg ik dit ding verkopen. Dat ligt een beetje aan welk wapen ik dan ga kopen. Misschien weer een mes. Een zwaard, een leuk zwaardje. Ik denk dat ik gewoon hierin...
de meeste messen ga laten zien. Ik heb volgens mij de machete in de eerste aflevering gedaan. Ja, in principe is er weinig over te zeggen. Het is gewoon om te laten zien is het mooi. En kijk, deze kan ik nog niet kopen. Ik weet niet hoe ik die krijg. En die is gewoon duur. Dus ik ga gewoon het duurste zwaard kopen. Kijk, dat is gewoon dit. Ja, yeah, I'm reviewing weapons and not the good weapons. That's not what I am buying. You need help? You need help? How did I do it again? He said you must be near other players to heal them when I am next to you. Oh god, dat deed even pijn. Dat deed een klein beetje pijn. Oh, he was nice. Look out behind you! Ik raakte die niet eens. Ik wil steeds. Oh, nice one. Sorry voor het groot geluid trouwens. Er zijn mensen aan het voetballen hier buiten en de deur staat open even. De muur, deur of zo. Ik zit in een flat, dus ik weet niet hoe ik dat kan noemen. Ja! In ieder geval dat icoontje dat jullie daar in beeld zien van het team. Het is om te praten. We zoeken de laatste. Waar is die laatste? Where is the last one, man? Do you know that? Yeah, you know that. GG. Ja, we gaan dus weer een nieuw wapentje kopen. Ja, misschien ga ik nu gewoon een crossbow doen. Gewoon die dure crossbow die 5 miljoen euro kost om ammo te kopen ervoor. Maar ja, dat boeit niemand. Moeten we wel 4000 euro krijgen hiervan. Ja, lekker. Deze bow of... Oh nee, dat is de enige bow. Ik dacht altijd dat ik het... Thank you, man. Oh, dit ziet er zo cool uit. Deze heb ik nog niet eens een keer geprobeerd. Schiet hij nou serieus disken? Ja, deze ga ik dan ook... Ik weet niet hoe goed deze is, maar deze kan ik dus ook reviewen aan jullie. Ja, nog 20 seconden. Thanks for the money, man. Dit ziet er zo cool. This weapon looks like so cool, man. Dat was geen correct Engelse zin. Oh, sorry. In ieder geval. Ja, deze ga ik dus ook reviewen. Die gaat dicht. En ik ga deze proberen. Kijk, man. Met C kan je bukken, maar ik wil deze echt zo graag gebruiken. Maar ik weet, ik heb maar 15 van deze dingen. Oh, ze spawnen letterlijk hier. Oeh,
die is cool. Kijk dit, het stuit het gewoon. Nu de vriezer in. Ja. Nu is het klaar. Oké. Okay. This weapon is so cool, but doesn't help so much. Go for the van. Nee, maar trouwens, ik klaar was met twee opnames. Nee, maar ik zit er nu al. Oh, ik kan ze gewoon oppakken, die blades. Oh ja, sowieso. Ik ga ze proberen via de muur te schieten. Je kan dit ding ook mee neerschieten. Nee. Hij is op, maar ik kan ze wel allemaal oppakken. Oh, op zijn bakken. Zo. Ah, ik ga je dood. Help me! I'm gonna die here! Thank you, man. Nou, dat was dus dit ding. Dit ding is niet al te goed. Je hebt maar 15 of misschien 20 van die dingen, want ik had niet genoeg geld om alles te doen. Ja, het is wel even iets later dat deze video trouwens online komt. Want de eerste video die ik had opgenomen was zonder stem. Maar ja, dat is nou helemaal zo. Ja, we gaan gewoon weer een nieuw gun of boog, wat dan ook. Want je hebt eigenlijk meerdere dingen. Ga ik gewoon weer even laten zien. Deze kennen jullie nu ongeveer wel. Deze kennen jullie nog niet, denk ik. Ik weet niet. Hier hebben ook al die guns. Dit zijn echt die vette wapens natuurlijk. Die arm, hoor. Ja, ik denk dat ik deze ga kopen. Deze lijkt ook wel leuk. Kijk zo. Oké. Yeah, dit was een accident. I am reviewing, so I am biased. My arm, or... Oh ja. Yeah. That was very smart. We have the right now. Two flash fuckers. What the? Oh. Hoppa. DLCs, man. Ze vallen elkaar volgens mij aan. Run. Oh god. That explosion, man. Oh my god. Run. Yeah. There are a lot of bugs, so... Because if they attack you, you can't run. You're stuck. Hold on, oké, okay, volgende gaan we even kijken of we met explosieven... Oh, ik heb eentje bulpup opgepakt. Nou, dit is een bulpup. Ook meteen reviewen. Die kan ook op semi-automatic en op nog veel automatic. Het is ongeveer het, in principe het slechtste wapen van de automatic rifles. Maar hij is wel lekker handig en hij is niet al te duur. Oké. Is there a run button or isn't it?
zal even dit verkopen. Wat ze dan gaan doen is. Die bel pakken. Thank you, man. You need hint what to do with this? Fire axe. Nee, ik zit gewoon nog op te nemen. We gaan kijken of we met explosies die man kunnen doden, die eindbaas. En dan dit ding. En dan pipe bombs. Echt, ik heb ziek veel stuff nu. A lot of explosion stuff, man. I can't pick up anything anymore. It's full. Nou ja, hier heb je. Waar heb je die bom dan? Oh god. Wauw, ja, dit blaap is zo goed. Deze kan je gewoon neerleggen. En doe je gewoon. En dan ontploft hij. Maar ja, dat is die. Dan hebben we ook nog deze. Nou, wat we weten en wat ik heb gevonden in de vorige aflevering. Die, ja, niet even de vorige aflevering, maar de vorige opnames die dus faalde omdat er. Oh, dat is hij. Ik dacht, het is zo'n. Dat dit niet genoeg is. Zo'n heel magazijn van dit tegen hem. En het ontploft ook niet als het tegen iets aankomt ofzo. Maar en dat deze dingen 300 kosten. Oh, dat hele laden duurt zo lang. Ik hoor hem en ik ben bang daardoor. Want ik wil niet doodgaan nu. In ieder geval, dit ding dat schiet gewoon een bom en dat plakt vast. En dan ontploft hij daarna. Kan het ook op een monster vast? Ja, het kan gewoon op een. Oh, die is naaiend, hè. Is lullig, hè? Oh my god, he's coming. Oh, gewoon met een bom door zijn lichaam heen geschoten. Poef. Monies. Ja, deze hebben we dus gehaald. Het duurde even 7 rondes. Yeah. Oh, die weet toch niet. Ik was out of money. Hoe lang zijn we mee? 28 minuten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken, het liken, het abonneren, het favoriteren, wat je maar wil. Ik zie jullie hopelijk de volgende keer weer. Ja, tot dinsdag met waarschijnlijk een nieuwe serie dat ik ga doen. En later.